Johan van der Hout, ik ben 44 jaar, ik heb 2 kinderen. Ik ben 8 jaar fractievoorzitter van de SP in Tilburg geweest. In die tijd ook gewerkt als beleidsmedewerker in de Tweede Kamer in het Europees Parlement. En sinds 1,5 jaar wethouder voor de SP. En in die tijd hebben we het gemeentebestuur van binnenuit kunnen bekijken en daar hebben we veel van geleerd. We zijn in het college gekomen toen het vorige college in grote crisis verkeerde over het MIDI-dossier en het wegenonderhoud. Maar dat laatste hebben we onder SP-verantwoordelijkheid voortvarend opgepakt. Overal in Tilburg worden nu stoepen, straten, wegen en fietspaden aangepakt. En ook het MIDI-dossier, daarvoor geldt eindgoed, algoed. Voor het eerst in Tilburg is er een raadsenquête gehouden om alles boven water te krijgen. Voor het eerst is in Tilburg ook voorgekomen dat verantwoordelijke bestuurders zijn moeten opstappen, want ook dat hoort bij een verantwoordelijke democratie. We hebben het aangedurfd om de beslissing over de mall, de super mega winkelmall in Tilburg, aan de Tilburgers zelf over te laten. Dat hebben we met een gerust hart gedaan, omdat we wisten dat Tilburgers zelf een mening daarover hadden en die ook heel goed konden uiten. En dat is ook allemaal goed afgelopen. Voor het eerst ook in Tilburg en ondanks de economische crisis hebben we nu een potje van 32 miljoen euro kunnen sparen voor sociale investeringen. Niet voor nog meer grote en dure gebouwen, maar voor Tilburgers. Om die in deze tijden van economische crisis heelheids daardoor te krijgen, zodat niemand buitenspel blijft te staan. En in die laatste 1,5 jaar hebben we geleerd dat het belangrijk is om een partij in het college en in de raad te hebben die verantwoord omgaat met uw geld en met het bestuur. Daarom op 3 maart stem lijst 3 SP.